Voilà, we zijn hier net bij de stand van Didacta en welkom op de dag van de ICT-coördinator. Kunnen jullie even heel kort vertellen waarom en wat jullie doen voor het onderwijs? Goh, in twee woorden uitleggen wat Didacta vandaag betekent voor het onderwijs is niet evident. Wij zijn vandaag een totaaloplosser, enerzijds meubilair, anderzijds digitaal. Vandaag is het zo dat wij wat digitaal betreft een A tot Z soluter zijn, gaande van integratie van digitale touchscreens, digitale borden, beamers en dergelijke meer. Maar dat we ook een verdere integratie doen naar netwerken, wifi, serverondersteuning, cloud-based oplossingen in totaal. Eigenlijk kortom, van A tot Z oplossing. En kan je misschien even kort schetsen waar jullie de laatste maanden veel vraag naar krijgen of hoe jullie misschien de komende jaren de toekomst van het onderwijs op ICT-gebied zelf zien? Ja. Goh, ook dat is moeilijk. Op korte termijn, want ja, toekomst, je zegt lange termijnvisie, is heel moeilijk. Ja. We weten allemaal, IT vandaag is 2-3 maanden en dan houdt het eigenlijk al op, want dan zijn we al heel ver aan bekijken. Wat zien we vandaag wel, is het verhaal Beamer. Digitale borden is meer en meer aan het verdwijnen. Meer en meer de vraag naar touchscreens, naar het groepswerk in de klassen, aangevuld met Chromebooks, we zien heel veel beweging in die richting. Met welke merken werken jullie vooral? We hebben ons eigen huismerk ProWise, waar wij exclusief verdeler voor zijn wat touchscreens betreft. Daarnaast hebben wij ook nog een aantal partners voor het wifi-verhaal. Bekende partners zoals een Unify, een Ubiquiti, waar wij heel sterk mee werken. Dan daarnaast heb je ook de Chromebooks. We werken daar ook met ons huismerk ProWise, dat toch vandaag meer en meer vooraanstaand wordt. En de bekendere merken Asus, Acer en dergelijke meer in de verdrukking aanbrengen is. Ja. Oké, bedankt en nog heel veel succes. Dank u wel, jullie ook.